nu? 10. 10? Heb je tandstem weggehaald? Wat is zo? Hallala hoedi, hallala hoedi, hallala hoedi, hallala hoedi, hallala. Hallo, mijn naam is Gerrit Joring en leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. En ik ga alleen maar zeggen, ik hoop dat jullie ervan genieten. De laatste reacties waren weer super gaaf. Dus ik hoop dat je deze ook weer leuk vindt. De groetjes van Gerrit de volgende keer en ga ervan genieten. Nou jongens, ik als ambassadeur van de Vriendenloterij ben ongelooflijk trots dat ik weer een paar prijzen uit mag reiken. Het is niet gering vandaag. En dit zijn alle medewerkers, ongelooflijk lieve mensen, cameramensen, regieproducenten, fotografen, hofleveranciers van de Vriendenloterij. En een meneer die ongelooflijk blij is vandaag. Die denkt, nou, ik had liever thuis gebleven of in mijn bed. Maar er komt een glimlach op, hè? Ik zie het al, hè. Het komt helemaal goed. En het zijn allemaal gezellige mensen. Nou, zij willen niet in beeld, heb ik de indruk. Maar dat gaan we toch doen. En die werken allemaal voor de Vriendenloterij, dus we hebben er heel veel zin in. En we gaan nu naar buiten. Het is -3, dus ik heb er zin in. Kom. Zie je? Ja? De deelstaat van Bossenhoven heeft een statieportret voor u gemaakt. Oh, wat prachtig. Prachtig, prachtig. Hartelijk dank. Ja. Jullie zijn hierheen gekomen om lekker te gaan lunchen, begrijp ik? Smaakt het goed? Ja. En wat denken jullie nou dat jullie mee... Nou, daar staan we dan. Een momentje, een momentje. Ja hoor. Mag maar even eens totaal vinsen. Winnen doe je bij... De Vriendenloterij! Ja, ik heb vandaag een paar prachtige prijzen mogen uitreiken. Meer dan een paar miljoen voor mensen die lid zijn van de Vriendenloterij. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Er zijn zulke ongelooflijk blije mensen geweest, tot tranen aan toe. Ja, en dat doet je gewoon wat. Ik vind het heerlijk dat ik dat als ambassadeur van de Vriendenloterij mag doen. Dus, en ik hoop dat ik het ook nog mag doen. Zo mooi wordt het gedaan. Maar vanavond gaat het op een hele bijzondere manier gebeuren. Want het koor krijgt gezelschap van een hele bijzondere zang. Heeft u enig idee wie dat zou kunnen zijn? Wat denkt u? Ik weet zeker dat u zijn platen regelmatig draait. Hoe zal ik het zeggen? Het Papageno-koor treedt vanavond op met niemand minder dan Gerrit Joring! City, want daar is mijn lieve styliste Hanna even naar mij toegekomen. Hallo. En we krijgen prachtige skipakken, want ik ga binnenkort met de toppers naar de sneeuw. En daar gaan we iets opnemen voor onze docu Real Life Soap. Nou, je ziet al wat voor kleding het wordt. Het is om te janken. Hallala hoedi, hallala hoedi, hallala hoedi, hallala hoedi, hallala hoedi. Leuk, Hanna.
dit ook weer gedaan. Dan ga ik nog even hardlopen. En dan gaan we zo naar 538. Wat een dag. Wat een leven heb ik toch ook eigenlijk. Even onderweg naar 538. Want Frank Daanen van 538 die heeft iets georganiseerd. Geert zoekt een heer. Dus er zijn uit 150 meldingen zijn er 3 uitgepikt. En dan heb ik dan eventueel een date mee als dat leuk is. Nou, ik heb geen idee. Ik weet ook niet wat ik ervan moet verwachten. Ik laat het maar over me heen komen. Het zal best heel gezellig worden. En dan gaat het om. Ik zeg een wijntje erbij en gaan. Hey. Hey. Oh, daar is hij. Ja, zeker. Ja. Hey, goed. Hey. Hey. Hoi, alles goed joh? Ja, lekker, goed zo. Hallo. Ja, lachen, heel leuk, heel leuk. Ik ben erg benieuwd, ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ja, ik, het is je laatste dag als vrijgezel vandaag. Ik ben heel benieuwd. Zo. Ja, dan mag het wel een heel, heel erg lekker type zijn. Nou, we hebben 3 fantastische mannen gezien. Ja? Ja, echt waar. Maar heb je ook gehoord wat er gebeurt als een van de 3 gewoon niet goed is? Als dat dan gaat gebeuren, weet je dat al? Nee. Dat hebben ze jou niet verteld. Heb ik gezegd dat jij het slachtoffer bent? Dat ik bovenop moet, of andersom? Ja, van andersom, dat zien we wel. Nou, het staat niet in het reglement dit, ik moet je teleurstellen. Dan ga ik eventjes... Wat hebben we een volle bak vanavond! Yeah. 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 Dit is het moment waar het allemaal ontstaan is. Oké. Je moet even vragen of Bo misschien een tip heeft voor je. Bo, heb je misschien een tip voor mij? Ja, niet zingen. Of ga je wel zingen? Ik ga misschien voor het zingen de kerk uit, maar dat doe ik dan wel vol gas in ieder geval. Wie ben jij het mooiste? Wat kerk is jouw partner van de 3? Staat je goed, Geer? Ja. Ja, lekker man. Oh, ik zie geen flikken. Echt niet. Ik zie helemaal niks. Even kijken, we gaan een voorstellen. We beginnen hier helemaal rechts. Ja, die kandidaat. Ja, je hebt een koptelefoon nodig, Geer. Ja, die heb ik zeker nodig. Spannend, de eerste 5 minuten vond ik verschrikkelijk zelfs, in die kamerhoopje, snuit. Daarna denk je, als je zelf blijft, je gelooft niet het verhaal. Ja, wacht, niks verkeerd gaan. Wat vind je van de beste man die hem zo van dichtbij bekijkt? Sympathiek, absoluut, aardig.
en iets korter dan ik had verwacht. Tegenstelling tot wat anders. Dat ga je vaker krijgen, denk ik. Nee, maar af dat die grap is. We zitten hier gezellig bij een tasje thuis. We hebben heel leuk geripteerd net. En dat doen we namelijk morgen met een prachtige medley in RTL Late Night. En wat er helemaal leuk is, hebben we nog een hele leuke verrassing in petto, jongens. Ja. Hallo allemaal. Ja, we gaan zien. Dank jullie wel, leuk gesproken ook. En hier is shownieuws. Ongelooflijk, ze zien er allemaal heel goed uit. Ik denk dat ze allemaal hebben buiten geslapen vannacht zo'n beetje. Gary Flood. Het is niet te geloven. Wat een slechte vlog, het wordt er niet beter op. Gary Flood. Gary Flood. Gary Flood. My name is Gary Flood. Ja. Wij zitten gezellig even bij René en Natasja. En we repeteren even een klein stukje van onze John Denver medley. Wat we morgenavond gaan zingen in RTL Late Night. En dat is heel mooi. En ik vind eigenlijk dat we het al die hartstikke mooi zingen. We hebben ooit daar een stuk van gedaan bij de toppers. Dus we hebben er heel veel zin in. Inclusief het interview en het bekendmaken natuurlijk van de toppers. Nou, John Denver, ben ik klaar voor? Oh, wacht even, kijk, dan moeten we even deze even doen. Waar is het nu, Ocean? Oh, niet Ocean. Maar nu is hier weer dat jonge pijn. Ik ken al een Japans, hè? Japans, hakkaten, had je kapot, dan heb je toch ik ga het even opnemen. Hij ook, maar ik neem het ook even op audio-technisch, zodat je lekker je auto nog een paar keer doornemen. Ik ken het wel, hoor. Oké, dan gaan we. To sail on a dream. On a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild raging storm. To work on the surface of life and the living, in search of the answers to the question unknown. To be part of the movement, and part of the growing, part of beginning to understand. You've been to the things that you've shown us, the stories you tell. I believe so, I sing to your spirit, the man who has served you so long and so well. Oh ja. Je moet even goed het tempo even in de gaten houden. Ja, we zijn net twee te repeteren met René Jeroen, de Froguets, oftewel de toppers. En nu gaan we naar Carlo's Café. En daar ben ik co-host, daar heb ik heel veel zin in. Maar ik heb dus een week dus helemaal niks gedaan. En ik loop wel hard, maar ik ben niet echt met mijn bovenlijf bezig. Maar dat boksen is het allerbeste, dat weet ik. En je onderlijf, ben je ook niet echt mee bezig? Nou, jij wel dan. Je bent wel afgevallen, zie je. Ik denk wel een kilootje vijf, als ik eerlijk ben. 10. 10? Heb je je tandstem weggehaald? Het is zo oud. Het is zo oud, die grap. Het is zo oud. Die is uit nog 1999. We hebben het gerepeteerd voor Carlo's Café en de cameramensen krijgen altijd en de medewerkers een versnaperingetje. En dan kun je toch kiezen tussen dit, gezond, of een kroket, of een, wat is dit dan, een gehaktschijf, een stengel, of een frikandel. Een kaaskroket. Nou, ik zie dat jullie allemaal voor je figuur niet hoeven te laten. Dus Geer, wat gaat het worden? Ik weet het niet. Voor mijn lieve mensen, ze kennen je natuurlijk wel. Ja, live for you, maar... Ik weet het niet, ik ben de barman bij Carlo. Ik ben Thomas. Hoi voor de mensen die mij niet kennen. Je kan ook hier zo... Ik heb een kaartje trouwens. Oké, Thomas. Heb ik gemaakt. Kijk, Thomas Cox heet ik. Thomas Cox. Dat vind je vast leuk. Thomas Cox ring. Hoe lang doe je de kleding van Geer het al? 12 jaar. En van mij? Dat is heel lang, hè? Nou, ik weet niet, 8 of zo? 8. En van Gordon? 12. En hebben we dezelfde maat? Nee. Hebben we dezelfde smaak? Allemaal anders. Allemaal andere stijlen. Nu gaan we op de foto. Allerlieve mannen, dat wel. Het is de allerliefste. Net op. Komt ie. We gaan beginnen, Geertje. Ja, leuk. Hoor, over enkele ogenblikken, dames en heren, de uitzending. Kijk, hier loopt hij. Hij loopt er weer kijken. Zo. Zo, op. Oh. Ja,
moet je? Nog een paar seconden, ja. Een paar seconden. Kom ik zo nog een keer op. Wil jij Gerard even wegsturen? Godzijdikkie zeg. Dankjewel. Leuk dat jullie allemaal weer hebben gekeken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn filmpje. Je weet het, mocht je het leuk vinden, denk ik, god wat geinig wat Gerard allemaal doet, doe je duim omhoog en like it. En mocht je denk ik wel abonnee worden, het kost je helemaal niets. Wij vinden dat natuurlijk enig, dus hoe meer abonnees, hoe beter. Daar word ik gelukkig van en misschien u ook wel. Hartstikke bedankt voor het kijken, de groetjes van Gerard. Tot de volgende keer en dan gaan we nog een keer.